Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Rugama en met Yannick, allebei goede. En we gaan praten over hun stichting, Een Goede Toekomst. Zij verzorgen computertrainingen voor kinderen. Vandaag hebben we ze uitgenodigd in ons programma om ons wat meer daarover te vertellen. What made is a little Q-Time. Yannick en Rugama, welkom in Q-Time. Dankjewel. Vertel u ons wat meer over jullie stichting, Een Goede Toekomst. Oké, het is allemaal begonnen toen we een plek zochten voor de crash, als crash voor onze kinderen. Maar we maakten een heleboel gekke dingen mee. En ook op de school van onze oudste dochter maakten we een heleboel gekke dingen mee. En eigenlijk wilden we onze kinderen de beste mogelijke toekomst bieden door ze verschillende tools te geven, zoals computercursussen, eigenlijk ook een goede opvang, eigenlijk voor alles en nog wat. En toen hebben we eigenlijk besloten om dat ook voor andere kinderen te doen en een stichting op te richten. En wat we nu doen is, we geven af en toe bijvoorbeeld tweedehandse kleren, we helpen met voedingsmiddelen, maar ook nu bijvoorbeeld een computercursus voor kinderen. We hebben heel recentelijk een oppas gestart. Dus eigenlijk zoveel mogelijk, zodat kinderen echt een zo goed mogelijke toekomst kunnen krijgen. Mm-hmm. Oké, dat zijn dus de activiteiten van de stichting Een Goede Toekomst. Yes, ja, ja, oké, maar nu willen jullie dus die computertrainingen ook geven aan kinderen buiten zeg maar jullie eigen omgeving die jullie hebben gecreëerd voor met de kinderen. Dat klopt. Ja. Okay. We geven al een tijdje wel de trainingen, al sinds september. Augustus, september gaven we al trainingen. We hebben computertrainingen gegeven op Lelydorp, Kamerwijnen en op de Openbare Nijverheidsschool. Dus we hebben eigenlijk elke maand die dan de computerlessen volgen. We geven Microsoft Word, PowerPoint, Excel en de laatste dag hebben ze een kleine toets, zodat we kunnen evalueren, kijken of ze alles hebben onthouden. Dus de kinderen vinden het heel gezellig, willen uiteindelijk ook niet stoppen. Dus in januari gaan we ook met een vaste groep beginnen die echt constant zich bezig gaat houden met de computer, verschillende onderdelen, verschillende programma's. Mm-hmm. Oké, als jullie praten over kinderen, welke leeftijdsgroep praten we dan over? Vanaf 8 jaar. Het is belangrijk dat ze goed moeten kunnen lezen. Ja. En bij de computer zijn ook heel veel dingen in het Engels, dus ze moeten goed met Engels kunnen omgaan. Ja. En, Maar voor kinderen van tegenwoordig lijkt dat me niet zo'n probleem, hè? Ze zijn zo gefocust op die tweede taal. Ja, toch? Ja, alles klopt. Gebeurt. Oké, maar vanaf 8 jaar tot hoe oud? Want als je zegt nijverheidsschool, dan praten we wel over oudere kinderen, zou ik het maar noemen. Dus het gaat niet om de kinderen van de nijverheidsschool per se. We gebruiken gewoon die locatie om kinderen op te vangen. Oké, op die manier. Ja. Oké. Dus goed, van 8 jaar tot hoe oud kunnen kinderen zich opgeven? Ja, dus eigenlijk hadden we gezegd van tot 16 jaar, maar er zijn zelfs oudere mensen die zeggen van hey, ik wil de training ook volgen. Ja. En dan laten we ze ook gewoon toe, hoor. Dus eigenlijk is het ongelimiteerd. Oké, dat is leuk. En jullie zijn dus in principe nog niet op jullie vaste plek, want jullie gebruiken dus elke keer een andere locatie, als ik het goed begreep. Nee, om de mensen van de districten tegemoet te komen, omdat we op een gegeven moment heel wat aanvragen kregen. Hebben we ook in de districten de training verzorgd. Maar onze vaste locatie is eigenlijk dan de Openbare Nijverheidsschool. En bij ons kinderdagverblijf aan de Osembolaan nummer 55. Ja. Oké, dus jullie hebben wel twee vaste locaties waar jullie normaal zijn. En voor de mensen die zeg maar niet in Paramaribo wonen of anders geaccommodeerd moeten worden, kunnen jullie wel een uitzondering maken en ergens naartoe gaan, zeg maar. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Voor jullie reguliere lesjes, in de computerlesjes, hebben jullie, neem ik aan, wel klasjes die afgebakend zijn op leeftijden, toch? Of gaat het met niveau, van hoeveel je al kan? Hoe werkt dat precies? Nou, we geven onze training is meer de basis. Dus het is eigenlijk anyone kan meedoen. Het gaat niet echt met leeftijd gepaard. Je leert gewoon de basis. Ja, dus het gaat dan met jullie maken verdeling naar niveau, zeg maar. Als het ware, ja. Ja. Ja, toch? Van, hoeveel kan je al? Dan zit je in deze groep. En dan zijn er verschillende leeftijden erbij. Oké. En nog een keer wat jullie allemaal doen. Jullie doen Office, Word, Excel, wat voor PowerPoint? Ja, Word, PowerPoint en Excel.
Omdat we, ja, we hebben, eigenlijk willen we ze een basis meegeven, zodat ze op school makkelijk scripties kunnen maken. En op school ja, makkelijk de werkstukken kunnen maken, verslagen kunnen maken. Maar ook bijvoorbeeld een basisadministratie kunnen opnahouden. Dus vandaar Word, PowerPoint en Excel. Yes, dat en is het. We snappen natuurlijk dat de technologie eigenlijk steeds belangrijker wordt. Computers worden belangrijker, laptops, telefoons. En eigenlijk het is een given, het is een must dat je eigenlijk dit met deze dingen moet leren omgaan. En dus daarom dat we dit ook doen voor de kinderen. Want een heleboel kinderen, je verbaast je hoeveel kinderen nog niet met de computer weten om te gaan. Terwijl het nog zo belangrijk is. Ja. Ja, en je krijgt het eigenlijk niet mee op de lagere school. Terwijl je eigenlijk op de lagere school al scripties moet maken, verslagen moet maken, presentaties moet houden. Maar je krijgt pas op de MULO computer. Dus eigenlijk... Ja, voor ons is het belangrijk dat we zoveel mogelijk kinderen van de lagere school bereiken. Zodat ze ja, die basis hebben en ja, hun best kunnen doen op school en een betere toekomst kunnen hebben. Ja, oké. Okay. Ja. En hoe lang duurt het voordat zo'n een onderdeel is afgerond? Dus PowerPoint duurt hoeveel weken, Excel duurt hoeveel weken, hoe werkt dat? Ja, het is echt alleen de basis. Dus we zijn een maandje met ze bezig. Ze zijn elke zaterdag met ons voor ongeveer 2 uurtjes. Ja. Na elke sessie, na elke training, krijgen ze ook een video naar huis. Mm-hmm. Met alles dat tijdens de les is behandeld. Ja. Dus met de leerstof. Zodat ze altijd nog terug kunnen kijken. Ze krijgen ook huiswerk. Dus elke week krijgen ze huiswerk mee voor de volgende week. We corrigeren het ook samen in de klas. En ja... Het is wel heel snel, het is echt een goed cursus en het is echt de basis. Maar de kinderen genieten ervan en tot nu toe heeft niemand moeite ermee om het te kunnen volgen zo snel. Okay. Maar dat wil zeggen dat ze wel goed. Een eigen computer ook thuis moeten hebben dan als ze huiswerk meekrijgen en met opdrachten moeten komen. Dus ja, dat is wel klopt. Een voorwaarde. Klopt, ja. Eigenlijk moet je wel, je komt ook met je eigen laptop, want wij hebben zelfs ook niet heel wat laptops beschikbaar. Dus de meeste kinderen komen met hun eigen laptop. Ja. Maar tot nu toe hebben alle studenten die bij ons kwamen wel een computer thuis of een laptop waarop ze kunnen oefenen. Als ze dat echt niet hebben, dan lenen ze eentje van ons. En dan kunnen ze dan gewoon het huiswerk in de klas opmaken. Ja. En verzorgen jullie de lessen zelf? Ja, die ja? verzorg ik zelf. Oké, okay. Alle drie. Word, Excel en PowerPoint. Ja, ja. Klopt. Okay. En hoeveel mensen kunnen ongeveer in één lesje per keer? Nou, we maken kleiner, ongeveer onder de 20 hoor. Dat is, natuurlijk moeten we ons ook houden aan de COVID-maatregelen. Maar voor mensen die ver wonen, bieden we ook de optie om online te volgen hoor. En dan hebben ze gewoon een one-on-one sessie met ons en dan volgen ze online. Oké, okay. Dat is ook nice. Maar dan komt er internet bij kijken, hè? Ja, precies. Ja, dan komt er wel internet bij kijken. Ja, oké. Okay. Maar ja, dat het ook kan, dat is natuurlijk ook wel fijn. En ja, als je met Word, Excel en PowerPoint wil leren omgaan, dan moet je sowieso wel een computer hebben. Want anders, ja dan heb je die kennis wel, kijk, maar dan kan je er toch geen gelukkig mee. Niet vergeten, na een tijdje, je moet er mee bezig zijn, klopt. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Goed, waar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn zich opgeven of meer informatie vandaan halen om jullie te bereiken? Oké, ze kunnen ons op onze Facebookpagina opzoeken, Stichting een Goede Toekomst. En dan kunnen ze dan gewoon een berichtje sturen. Of ze mogen ons telefonisch contacten op het nummer 8820568. Oké, okay, dus natuurlijk via Facebook, social media. Dat is de makkelijkste manier om jullie te vinden op dit moment voor meer informatie. Ja, klopt. Oké, okay, goed. Dankjewel Yannick en Rugama. Heel erg veel succes. Jullie zijn goed bezig. Dus ik wil zeggen, zet het voort. En hopelijk kunnen we op die manier ook een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze Surinaamse kleintjes. Dankjewel. Yes. Ja? Dankjewel. Oké. Okay. Is, yes. Is goed. Bye. Oké. Okay, bye. Fijne dag. Dat was het gesprek in Q-Time met Yannick en Rugama van Stichting Een Goede Toekomst. Zij bieden dus aan, heel erg laagdrempelig, trainingen voor kinderen. Maar niet alleen maar kinderen, zoals ze zelf hebben verteld, maar ook de oudere kinderen, de tieners, de jongvolwassenen kunnen bij ze terecht. Om te leren omgaan met Word, Excel en PowerPoint. Dat zijn eigenlijk basisvaardigheden die iedereen in deze digitale tijd nodig heeft om voor te kunnen. Zoek ze dus op Facebook, Stichting Een Goede Toekomst, voor meer informatie. Bedankt voor het hebben willen kijken en tot de volgende aflevering van Q-Time.